Een ongewoon beeld vanmorgen in de binnenstad van Hengelo. Lege straten, overal politiemensen en een ruim afgezet gebied. Personeel van de bank en omliggende kantoren moesten de ochtend ergens anders doorbrengen. Hun achtergelaten tas, die vlakbij de bank tegen het Hampshire Hotel aan ligt, wordt als mogelijk verdacht pakketje gezien. Ja, weet je wat het is? Het is een reële dreiging, dus we moeten gewoon alles gewoon vrijmaken als ze dat nou leuk vinden of niet. Maar veel meer dan wat fietsspullen en regenkleding zat er niet in. Explosieve verkenners van de politie starten rond de middag met de inspectie van de bank zelf en de directe omgeving. Iets na tweeën komt de bankdirecteur samen met de experts naar buiten gelopen. De handen worden geschud, want een bom werd er niet gevonden. Er kan weer gepind worden bij de ABN. Ja, dat klopt. Het heeft even 4 uur niet gekund. Omdat wij vanmorgen door de ABN werden gebeld dat er een bommelding was. En dat was ongeveer rond 10 uur. De politie weet nog niet wie de valse bommelding heeft gedaan. Dat wordt natuurlijk wel onderzocht.